gevaarlijk. Kinderen zijn zich nog niet bewust van het gevaar wat verkeer met zich meebrengt. Hebben geen besef van de omgeving, wat hun daden de omgeving aandoet eigenlijk. En wat de anderen hun kan aandoen. Zou het dan een goed idee zijn dat er een soort verkeersexamen komt voor jongeren op een e-bike? Zeker, zeker. Ja, het verkeersexamen, het gewone verkeersexamen is voor sommigen al lastig. Dus op een e-bike zal het helemaal een uitdaging zijn. Het zal een goed idee zijn. Nou, dat vind ik helemaal niet erg. Maar ik vraag dit, of ik zeg dit, omdat tijdens het verkeersexamen jongeren in de leeftijd van 10 en 11 jaar op de e-bike kwamen, ja. En rijexamen of verkeersexamen deden. Oké. Okay. Ja, wat vindt u daarvan? Ja, prima. Ja. Het hoort er toch een beetje bij. Nou, ik vind wel qua hoe hard ze kunnen, maar dat zie je ook bij ouderen, dat er veel ongelukken zijn. Dus ik vind wel dat daar een begrenzing op moet zijn. Maar als jongeren veel fietsen en ze doen dat door middel van met ondersteuning, ja, is niks mis mee. De jongeren schijnen met e-bike veel ongelukken te veroorzaken. Ja. Dus dat zou nog eens pleiten voor een soort verkeersexamen of minimumleeftijd. Ja. Of een helm. Er zijn ook wel ouderen die verkeersongelukken veroorzaken, ook met de auto. Dan zou je ook moeten zeggen van, nou, dan moet je ook je examen moeten doen. Ja, dat zou een goed idee zijn. Het is een beetje kort door de bocht. Ja, ik vind het nee. Dat is eigenlijk meer iets voor de ouderen, vind ik. Maar ook ouderen kunnen af en toe eens heel moeilijk met een e-bike omgaan, hè? Dat geldt niet alleen voor jongeren. Nee, dat geef ik u ook gelijk in. Maar de jongeren kunnen veel meer spieren gebruiken dan de ouderen eigenlijk. Nou, af en toe zie je ze echt voorbij chasen. Dan je zegt, nou jongens, moet dat doodnodig. Ja. En zou er dan een soort snelheidsbegrenzing op e-bikes moeten komen? Nou, zoals vroeger had je ook met de brommers had je ook een snelheidsbeperking. En dat vind ik wel terecht. En ik was met iemand die op de scooter reed. En mijn e-bike ging sneller dan de scooter. Dus is dat het grote gevaar misschien van de e-bike? De snelheid denk ik wel. Jawel. En ook heel veel ouderen die hem moeilijk onder controle kunnen houden. Mijn moeder heeft er ook een, die fietst er al jaren op. En die is nu bezig voor een nieuwe e-bike. Maar ik heb wel in de gaten, ze durft niet op elke e-bike. Nee. Sommigen gaan echt te snel. Dan zouden ze niet op een e-bike moeten fietsen, denk ik. Nou ja, misschien moet er een soort minimumleeftijd komen voor mensen die op de e-bike rijden. Dat zou kunnen, ja. Vanaf 18 jaar zou misschien een mooie leeftijd zijn. Maar dat is nu nog niet het geval. Nee. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want wat is uw bezwaar? Nou, ze moeten fietsen. Kom op, bewegen. Toch? Ja, wij hebben de e-bikes voor ons gemak. We hebben natuurlijk een dagje ouder. Ja, een dagje ouder. We hebben in het verleden natuurlijk altijd gefietst. Jongeren schijnen veel ongelukken te veroorzaken met e-bikes. Heeft u daar een verklaring voor? Hard. Rijden te hard. Om een e-bike op te kunnen voeren zijn heel eenvoudige setjes te koop. En dan rijden ze zomaar 35, 40... Misschien wel 50 kilometer. Dat zou in feite zonder helm, dat is, verboden moeten worden. Ja. Ja. Dat zou pleiten voor een soort snelheidsbegrenzing, als ik u zo beluister. Ja, normaal zijn ze ook begrensd voor 25 kilometer. Ja, ongelooflijk. Maar goed, het is iets van deze tijd, denk ik. Ja, vooral naar school. Wat vindt u daarvan? Het lijkt me niet zo prettig, want ze fietsen zo verschrikkelijk hard. Ja. Als je de berichten mag geloven, dan zijn er jongeren die verkeersexamen doen van 10, 11 jaar op hun e-bike. Ja, dat vind ik wel heel vroeg. Maar waar halen de mensen daar geld allemaal vandaan in deze tijd? Het is toch anders fietsen dan een gewone fiets. Ja. Denkt u dat dat wordt onderschat? Ja, dat denk ik wel. Het vergt een hele andere kwaliteit dan gewoon fietsen. Denkt u dat een e-bike wordt onderschat? Zeker. Ja, het gaat veel sneller. Wat natuurlijk voor de jongeren heel fijn is. Want dan ben je sneller van A naar B. Je kan sneller even ergens tussendoor piepen. Even snel voor die auto, snel voor de trein. Dus ja, dat wordt wel onderschat. Ja. Nou, dat je standen hebt. Je zet hem aan. En stand 1 gaat hij iets langzamer. Dan steeds sneller en dan weer sneller. En als je hem op de laatste stand hebt, dus op stand 3, en je staat voor de stoplichten, dat is het moment dat hij wegschiet als een paard, zeg maar. Dus als je vergeet hem naar stand 1 weer te zetten,
dan ben je eerder weg dan wat je wil misschien. Ja. Want sommige e-bikes zijn zo opgevoerd dat je zegt, jongens, hij schiet onder je duvel vandaan eigenlijk. Dat, het blijft erbij dat mensen zelf verstandigere keuzes moeten maken. En ik denk dat de e-bikes vanuit de fabriek toch een begrenzing moeten hebben, dat je er niet lang harder mee kan dan ja, 20 of 25 kilometer per uur. Nou, dat is misschien een goed idee voor zowel jongeren als ouderen. Ja. Maak er een begrenzing op waaraan per se niet gesleuteld kan worden. Ja. Dat klopt. En ik denk dat de gemeente Almelo zich moet heroverwegen of het verstandig is om door de Winkelstraat te kunnen fietsen.